In de rechtbank in Den Haag was vanmiddag de eerste zitting in de zaak tegen Sean O. Deze 22-jarige man uit Brielle zit sinds maart vast omdat hij tientallen meisjes seksueel zou hebben misbruikt via internet. De man wordt verdacht van vervaardiging en bezit van kinderporno, aanranding en ontucht. Op de redactie, verslaggever Marlies Harting. Marlies, jij bent vandaag bij de proforma-zitting geweest, zoals dat heet. Hoe ging de verdachte te werk? Nou ja, hij legde via sociale media, bijvoorbeeld Facebook of internet, of Hives, legde hij contact met die meisjes van zo'n 14, 15 jaar. Hij deed zich voor als iemand anders. Dan probeerde hij hun vertrouwen te winnen en vervolgens probeerde ze zover te krijgen dat ze zich bijvoorbeeld uitkleden voor de webcam. Ja, en deden ze dat, dan nam hij dat op en bedreigde ze vervolgens van als jij niet doet wat ik zeg, dan zet ik die beelden op internet. De verdachte komt uit Brielle, maar staat terecht in Den Haag. Waarom is dat? Ja, dat komt omdat twee meisjes uit Den Haag aangifte hebben gedaan tegen die man. Nou, de politie Haaglanden heeft toen dus een inval gedaan in de woning van de verdachte. En toen bleek ook eigenlijk pas hoe omvangrijk deze zaak is. Ja, toen is er een computer in beslag genomen bij de verdachte. En toen zijn er 6000 chatgesprekken gevonden op de computer van de verdachte. En vervolgens zijn er ook nog de seksueel getinte afbeeldingen gevonden. Dit is wel een zaak van een enorme omvang. Het komt vaker voor, maar deze zaak wordt belangrijk en door de omvangrijkheid. En Marlies, om hoeveel meisjes gaat het nu precies? Nou ja, door onderzoek op die computer van de verdachte heeft de politie de gegevens van zo'n 100 meisjes kunnen achterhalen. Die komen uit alle delen van het land, dus er zijn ook zedenrechercheurs van allerlei korpsen nu met al die meisjes aan het praten. Er zijn tot nu toe zo'n 30 aangiftes gedaan, maar dat zouden er best nog wel eens meer kunnen worden. En ja, omdat het zo'n uitgebreid onderzoek is, gaat het dus ook wat langer duren. Daarom is de zaak vandaag aangehouden. Over 1 tot 3 maanden gaan ze verder op de rechtbank in Den Haag en tot die tijd blijft de verdachte gewoon vastzitten. Dankjewel, Marlies Harting. En welke dierenbul heeft deze hond uit Bergsenhoek laten verdrinken? Het moet zeker met 2 man gebeurd zijn om die hond te vermoorden, want een andere woord heb ik er niet voor. Die steen is een oude grindtegel, de helft ervan, schat ik een kilo of 15. Straks woede onder dierenliefhebbers tot ver buiten Bergsenhoek. Ook de regio Rijnmond bereidt zich voor op de Tweede Kamerverkiezingen. Vanaf morgenochtend vroeg kan in 1 van de 10 stembureaus opnieuw met het rode potlood worden gestemd. In Rotterdam gaat een mobiel stembureau langs 3 instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. In Dordrecht werden vanmiddag de eerste stembureaus ingericht. Ingeladen worden de stemhokjes, de stembussen, de spullen voor de voorzitter, zijn rekenmateriaal en dergelijke, en het voedsel. 80 stembureaus in Dordrecht zullen vanaf morgenochtend 6:45 geopend zijn. Voor de werknemers van de onderhoudsdienst zijn het leuke dagen. Het is zo leuk zelfs dat er collega's zijn die de vakantie uitgesteld hebben om de verkiezingen nog mee te doen. Het is eigenlijk bijna voor de onderhoudsploeg eigenlijk een uitje eigenlijk zelfs. Vanavond laat moeten alle bureaus zijn ingericht om morgenochtend vroeg alles helemaal klaar te maken. 4:30, dan beginnen we. Rotterdam biedt verstandelijk beperkten de mogelijkheid te stemmen in een mobiel stembureau, zoals hier in Rotterdam-Alexander. Omdat je dan in een omgeving staat waar wat extra aandacht aan die mensen kan worden besteed, geen andere mensen erbij, kun je dus die mensen wat beter begeleiden hoe ze moeten stemmen en dan uiteindelijk is de keuze van hunzelf in het stemhokje. Want in het stemhokje zelf is het niet toegestaan om iemand mee te nemen. En dat maakt het voor verstandelijk beperkten wel lastig. Veel van hen zullen daarom een familielid of begeleider machtigen. Oh, ik wil wel stemmen, wil ik wel doen. Wil ik wel. Ja. En kan je dat goed zelf? Nee, mijn moeder wel moet erbij zijn stemmen. Maar welke partij gaat het worden? Het is bezuinigen op iedereen, maar dat is natuurlijk niet prettig voor heel veel mensen. Dus het wordt SP. De ontzetting is groot in Bergsenhoek. Afgelopen zondag werd daar door een nog onbekende dader een hond met een steen om zijn nek in een sloot gegooid. De zwarte hond werd gevonden in het water bij de Bergse Bosdreef. Dierenvrienden hebben er heel wat voor over om de dader te vinden. In de nu volgende reportage zitten beelden die niet geschikt zijn voor jonge kijkers. Wees gewaarschuwd, het is geen prettig plaatje. Hier legt het slachtoffer. De dierenbescherming wil het dode dier van naar schatting 7 à 8 jaar graag laten zien.
Ook al ligt de hond nu levenloos bij de dierenambulance aan de Korperweg in Rotterdam-Zuid. Want wie herkent deze hond? Ja, we hadden eerst zelf een beloning van 250 voor de gouden tip. Maar de mensen in onze omgeving en echte dierenliefhebbers, die hebben gezegd, nee, we gaan het verhogen, dus we zitten nu al naar €500. In het Lagebergse bos, vlak bij de plek waar de hond in het water is gegooid, zit een gouden tip er niet direct in. Nee, ik heb het niet gezien, helaas. En in welk water is die gevonden dan? Hier vlakbij? Nee, niks gezien. Het dier was niet getipt, maar de halsband en de gintegel kunnen aanknopingspunten zijn. En volgens deze hengelaars bij de dumpplek kan de verdrinking nooit helemaal onopgemerkt blijven. Die mensen, die, ja, waarschijnlijk weten die mensen niet dat er heel veel gevist wordt hier. Want normaal in het weekend zit het hier helemaal vol. Dan zitten daar mensen, hier mensen, daar mensen. Dan zit het daar helemaal vol, langs het water. Zeker is dat het dier met de steen op zijn nek heeft gevochten om te overleven. Die achterpoot staat naar achteren. Dat is hij heeft met zijn kop onder water gelegen, dus hij wilde ze eigenlijk eruit duwen. En dan zie je die verkrampte houding van. Daar zie je het dan. En ook de poten die zich helemaal intrekken en de kop. Het is echt, het beest heeft gevochten voor zijn leven. Denkt u iets meer te weten? De dierenbescherming wacht op uw tip. Inmiddels hebben dierenliefhebbers het tipgeld alweer verdubbeld. De botters wordt verhoogd naar €1000. Hartstikke bedankt. Hey, bedankt voor het telefoontje. Dank je wel. Precisiewerk moest er vandaag aan te pas komen in de Rotterdamse Kunsthal. Daar arriveerden de beelden van de Franse kunstenaar Aristide Maillol, waarvan de zwaarste ruim een ton weegt. Ze maken deel uit van een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk die komende zaterdag wordt geopend. Onder het toeziend oog van directeur Olivier Lorquin van het Maillol Museum in Parijs worden de beelden uiterst voorzichtig geplaatst. Want ze zijn, ook al wil niemand het bedrag noemen, inmiddels waardevol. Niet voor niets staan ze ook in het Parijse Louvre. De vrouw was zijn grote inspiratiebron. En alles wat hij maakte, vormde hij naar een vrouw. Achter mij zien we het beeld van de rivier, La Rivière. Ja, het is een vrouw, maar voor hem was het de personificatie van het water, de rivier, het stromen van. Maillol begon rond zijn 40ste pas met beeldhouwen. Daarvoor schilderde hij en maakte tapijten. Dina, de moeder van Olivier Lorquin, maakte vanaf haar 15e de laatste 10 jaar van Maillol's leven mee, als levensgezellin en model. Dit beeld heet De Lucht en staat normaal gesproken op het landgoed van Sean Connery, de eerste James Bond. En de voormalige 007 schijnt er nog meer te bezitten. He likes Maillol's very much. And also, I can tell it's a real story. He bought long time ago a little knight of Maillol. And when he was very active on playing, on making films, he was always traveling with his little Maillol on his side. So he was always with the little knight. Met de overzichtstentoonstelling van Maillol verwacht de kunsthal minimaal 90.000 bezoekers te trekken. En op de redactie, Sinclair Bisschop. Sinclair, FC Dordrecht heeft zich vandaag versterkt met een nieuwe speler. Wij zijn benieuwd wie. Met Marvin Peersman. En hij trainde de afgelopen dagen al mee bij FC Dordrecht. En hij is een Belgische verdediger en komt transfervrij over van FC Antwerp. En ook oud-Feyenoorder Abby Smollerek heeft een nieuwe club. Want de 31-jarige Pool keert terug naar zijn vaderland en gaat spelen voor een club met een hele moeilijke naam, namelijk Jagiellonia Białystok. En onze honkballers hebben zich tijdens het EK gisteren hersteld van de nederlaag zondag tegen Tsjechië. Ja, de ploeg van Brian Farley won gisteren met maar liefst 10-0 van Duitsland. De ploeg die nog ongeslagen was op het Europees kampioenschap. En Nederland deed dat al binnen 6 slagbeurten. Kortom, Oranje lijkt weer helemaal op titelkoers. Ja, natuurlijk. Wij zijn hier niet om vierde, derde of tweede te worden. Wij zijn hier om kampioen te worden. Er is geen andere optie voor ons, geen andere doel. En we gaan ervoor. En als we dat niet doen, dan zijn we zwaar teleurgesteld. Ben je de 3-2 tegen Tsjechië vergeten na deze 10-0 tegen Duitsland? Niet helemaal. We hebben morgen nog een wedstrijd te gaan, maar we zijn er goed op weg. Dus vergeet het niet echt hoor, want het was ook een historisch moment hoorde ik. Dus en verliezen, ik probeer wel zo snel mogelijk te vergeten, maar het is nu nog best wel... Ja, eigenlijk moet ik het na vanavond wel vergeten eigenlijk. En vanavond is het Nederland tegen Groot-Brittannië. Straks na het nieuws, dan is er weer onze speciale programma rond het Europees kampioenschap. En daar onder meer een samenvatting van die wedstrijd Nederland tegen Duitsland. We gaan weer kijken. Dankjewel, Sinclair Bisschop.
Hoe staat het eigenlijk met de debatkwaliteiten van de Rotterdamse Tweede Kamerkandidaten Salima Belhaj en Leo de Klein? Politiek is tenslotte het overtuigen van je tegenstander met steekhoudende argumenten. Om te ontdekken hoe de Klein en Belhaj het ervan afbrengen, volgden we ze tijdens een middag en avond debatteren. Ja, voorzitter, ik vind dat toch allemaal wat wollig. Uiteraard distancieer ik me van de onder de gordel opmerkingen. En dat is schandalig. Dit gaat ook niet om scoringsdrift. Zomaar wat stukjes uit het gemeenteraadsdebat van vorige week. Toegegeven, uit hun verband gerukt. Maar ze geven aan dat stevige taal niet wordt geschuwd tijdens de raadsdebatten. Belhaj en de Klein staan hun mannetje, vinden ze zelf. Ik denk eigenlijk wel dat ik van mezelf mag zeggen, ook andere raadsleden die maken daar wel eens opmerkingen van, dat ik een van degenen ben geweest in de afgelopen 6 jaar die het debat wel spannend en scherp heeft gehouden hier. Ik denk dat ik een goede debater ben. Ik ben namelijk een intuïtieve debater. Ik heb ooit wel eens een cursus gedaan, maar eigenlijk vooral in 12 jaar lang zoveel geleerd over hoe het werkt. Maar de Tweede Kamer is toch net weer anders dan de Rotterdamse gemeenteraad. Ik maak wel eens grapjes over dat de gemeenteraad van Rotterdam de meest agressieve, dat klinkt negatief, maar ik bedoel de meeste van je vraagt als politicus qua scherpheid, maar ook qua persoonlijke aanvallen. Dus Rotterdam is denk ik de allerbeste leerschool als je goed wil leren debatteren. Als ik wel eens naar de tv kijk, hoe debatten daar in commissies en in de Tweede Kamer zelf lopen, heb ik wel het idee dat ze daar wat meer meel in de mond nemen. En dat is absoluut niet mijn stijl. Ik wil ook gewoon wel gewoon normaal, zoals ik gewoon normaal een gesprek met mensen op straat voer, ja, zo wil ik dat ook gewoon in de Tweede Kamer gaan doen. En dat is inderdaad wel een uitdaging. Om uit te vinden of de beide kandidaten inderdaad zo goed debatteren als ze zelf vinden, laten we ze analyseren door John Bijl. Hij is debattrainer voor onder meer politici. Ja, ik leer debaters altijd dat luisteren een belangrijkere debatvaardigheid is dan praten. En veel debaters die vinden het natuurlijk belangrijk om hun eigen standpunt goed naar voren te brengen. Maar ja, kijkers van een debat vinden het veel leuker als jij uitlegt wat het verschil is tussen jou en de andere kandidaten. En als je goed kan uitleggen waarom jouw standpunten belangrijker of jouw argumenten zwaarder wegen, dan maak je veel meer indruk dan wanneer je alleen maar aan het zenden bent. We nemen Bijl mee naar een verkiezingsdebat op de Hogeschool in Holland. En Belhaj en de Kleine zijn in elk geval aan elkaar gewaagd. We gaan niet op deze manier de banken redden, maar we gaan solidair zijn met de Grieken. En dat betekent dat Europa en heel Europa weer moet investeren in werk en in de economie en in een solidair Europa. Dat is wat de SP zegt. Ja, ik begrijp wel wat. Ik begrijp wat de heer De Klein zegt. Maar zeg voor alle helderheid, Leo, de banken, dat zijn wij allemaal. Fel is het wel. Maar heeft John Bijl ook goede debaters aan het werk gezien? Leo is ontzettend goed in het vertellen van zijn eigen verhaal. Maar luistert hij ook goed? Nee, niet zo heel veel. Je hebt ook gezien dat hij tijdens het debat heel weinig aantekeningen zit te maken. En vooral daar is gekomen om zijn eigen verhaal te vertellen. En het grappige was om te zien dat de andere debaters dat vooral heel irritant vonden. Dat hij iedere keer weer gras voor de voeten wegmaaide. In zo'n verkiezingsdebat vind ik dat het ook met name daarom gaat. Om gewoon je eigen mening en je eigen opvattingen en je eigen toekomstbeeld over onderwerpen. Om die goed neer te zetten, zodat mensen het ook begrijpen. Maar ik ben ook van mening. Hè. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld in de gemeenteraad zit, of straks in de Tweede Kamer, dan heb je natuurlijk ook gewoon te maken met het feit dat je soms tot elkaar moet komen. Ja, Salima is een hele persoonlijke debater. En ook iedere keer als ze een probleem moet schetsen, dan weet ze op een hele rustige manier uit te leggen wat precies het probleem is en hoe belangrijk het is dat we er wat aan doen. Als ze haar oplossingen presenteert, blijft ze vreemd genoeg wel wat vaag. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik ben af en toe iets te beschouwend. En dan vergeet ik wel eens even te benoemen wat de oplossing is vanuit D66. Dus ik kan me daar wel in herkennen. Nu moeten De Klein en Belhaj de Tweede Kamer nog zien te halen. En moeten ze inmiddels maar hopen dat de verliezen in de peilingen zich morgen niet doorzetten bij de verkiezingen. En dit was Rijnmond Nieuws. Straks na het weer een rapper en danslerares die zich sterk maakt voor meiden die slachtoffer zijn van loverboys. In 2006 gebeurde er iets in mijn leven wat ik nooit had gedacht. Ik dacht dat ik alles netjes op zijn reeltjes had en zo. Maar het bleek dus toch niet zo te zijn. En van het ene moment op het andere moment was ik eigenlijk alles kwijt wat ik had. Straks kunt u meer zien. Tot zover deze uitzending. Meer nieuws vindt u op Rijnmond.nl. Ik wens u nog een prettige dag verder.